Beste kijkers, welkom. Dit is ZZ Leiden TV, het wekelijkse studioprogramma hier bij Sleutelstad van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. En ZZ Leiden heeft twee wedstrijden achter de rug. Ze speelden afgelopen donderdag in Den Bosch en afgelopen zondag in Bemmel. En we laten u de uitslagen hier in beeld zien. En we vertellen u ook meteen dat aanstaande woensdag Leiden weer thuis speelt in de eigen 5 meihal dus. De tip-off is om 8:30, de stream start om 8:00 en dat is tegen de Landstede Hammers uit Zwolle. We hebben deze week ook weer een studiogast. En net zoals vorige week met Drago Pazalic heeft dat te maken, onder andere met het feit dat vorig jaar de competitie vanwege corona opeens moest stoppen. En dan heb je als club geen feestelijk moment om een belangrijke speler die weggaat eens enorm te bedanken, applaus te laten incasseren van al die fans. Dat is allemaal niet mogelijk. Maar we denken dat we een hele mooie oplossing hebben gevonden om vandaag in de studio te laten aanschuiven Sergio Durandami. Eerst even checken, Sergio, of ik je naam heb goed beklemtoond. Ja, tuurlijk. Durandami. Ja. We hebben aan Jacob Bersma gevraagd, Sergio, om toch eens wat cijfers te leveren van jouw prachtige carrière. Ik ga ze toch even opnoemen. Tot nu toe, want je speelt nog steeds. Maar tot dit seizoen speelde jij maar liefst 503 wedstrijden. Je maakte ook 1160 P's. Maar je maakte nog veel meer punten. 3411 punten. 2427 rebounds. Je speelde onder andere op college bij Houston. Je speelde bij Amsterdam, Donar, Zwolle, weer Amsterdam, Rotterdam, weer Amsterdam, Leiden, weer Amsterdam. Waar je nu nog speelt. Prachtige carrière. We gaan het ook hebben over jouw jaren bij Leiden. Welkom. Bedankt. Corona, een hele rare manier dat het seizoen eindigde natuurlijk. Je zat in de harten van de fans, opeens was je weg. Maar ook los daarvan, hoe kijk jij terug op jouw periode bij ZZ Leiden? Nou, een hele leuke periode. Ik heb leuk kunnen basketballen. Heel veel leuke mensen leren kennen. Ja, en eigenlijk alles dat je mee kan maken als speler. Europees gespeeld, beker gewonnen, ben geblesseerd geweest, gebroken been, niet spelen, wel spelen, belangrijk geweest, niet belangrijk geweest. Dus ja, hele ebb en flow van een carrière heb ik binnen 3 jaar gewoon meegemaakt. En dat ja, het is zwaar wanneer je er doorheen gaat, maar het vormt je als mens, vind ik. Ups en downs, ja. Allebei. Ja. 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 Hoe raar en hoe lastig was het? A, corona, maar ook, ja, oké, je ging naar een andere club. Hoe kijk je daarop terug? Ja, kijk, toen corona kwam, had ik wel al door dat het een misschien weliswaar een einde zou zijn bij Leiden. Gewoon puur, ja, ik ben een realist en ik merk ook dat ik ouder word en dat gewoon Leiden de andere kant op zou gaan. Dus het was niet geheel een verrassing. Dus ja, heb ik gewoon aangenomen en begon na te denken van nou, wat is de volgende stap? En Amsterdam was dicht bij huis en ik voelde dat ik lichamelijk en geestelijk het nog aan kon. Dus daarom gewoon door blijven basketballen. Ik zou bijna zeggen, Apollo is geen Apollo zonder Sergio. Ja, daar komt het bijna op neer. Je bent ook heel geliefd, hè, Sergio. Merken we bij reacties, we merken het bij de Blauwe Brigade, we merken het in de businessclub. Is dat altijd zo geweest? Was jij een speler waar mensen blijkbaar echt contact mee hadden? Is dat gegroeid? Het is meer gegroeid omdat ik me ook een beetje meer blootstelde als mens. Omdat als je kijkt naar, ja, heel veel, op mijn vorige jaren ben ik gewoon speler geweest. Ik ga spelen en ik ga niet kletsen met mensen. En daarvoor word ik niet betaald. Maar ik denk dat je, om mensen een beeld te geven wie je bent als persoon, moet je wel even laten zien van hey, ik kan basketballen, maar ik ben ook mens, laten we zo zeggen. Ja. Ja. Dus ja, ik ben ook echt veel meer gaan kletsen met mensen. Veel meer mensen een idee gaan geven van wie is Sergio Durandami. Klopt. Ja, want ik herinner me dat je kwam vaak nog even in de lounge of je ging wel eens mee als we een mooie boottocht hadden. Ja. Nou ja,
je zou kunnen zeggen, ja, maar dat is toch heel erg leuk om te doen. Maar jezelf laten zien, jezelf blootgeven, dat is ook wel een stap die je moet zetten. Ja, je moet zeker. Het ook durven, bedoel ik. Ja, je moet ook durven, vooral als je kijkt naar mijn achtergrond. Gewoon als je kijkt naar mijn moeder en zo, ja, en ja, zijn gewoon niet zo. Okay. Snap je? Dus klets over hoe je voelt of dat je niet eens bent met iets of ja, hou je voor jezelf. Zo ben ik opgevoed. Juist. Maar dus om dat te doen in mijn carrière, laten we zeggen jaar 10 naar jaar 13, dan is wel een grote stap geweest. Ja. Toen ben je het, is ongeveer die omslag gekomen. Ja, zeker weten. Ja. Ja, jij hebt er wel veel mensen mee geraakt en groot plezier mee gedaan. Dus nou, het brengt je ook wat. Ja, daar ben ik blij mee. Je hebt ook bij Leiden veel met de jeugd gewerkt, hè? Training gegeven onder andere. Volgens mij heb je zelfs jongens getraind waar je nu tegen speelt in de DBL. Klopt. Mees misschien zelfs wel. Mees heb ik mee getraind. Ja, klopt. Hoe is dat training geven voor jou? Ja, ik moet eerlijk zijn, dat is één. Ik doe het nog steeds in Amsterdam. Ja. Bij de basketbalacademie in Calland. Om eerlijk te zijn, is één manier om energie bij te krijgen. Ja. Omdat ik, het is mijn kennis overdragen over hoe ik het spel zie. Ja. En hoe ik denk dat het spel gespeeld moet worden. Mm-hmm. En dus krijgen heel veel energie van om met kinderen te werken. En om te zien dat ze het goed doen. Mm-hmm. En dus vooral als je kijkt naar Mees, ik vind dat hij het heel goed doet. Uh-huh. Vooral omdat je ziet dat hij zo laat begonnen is. En dat hij is redelijk laat begonnen met basketballen. Ja. Maar ja, hij heeft wel een enorme wil om beter te worden, denk ik. Zie je zelfs af en toe iets dat je denkt, daar heb ik met hem aan gewerkt? Nee, ik heb niet zoveel met hem gewerkt, dus dat scheelt. Anders zou ik het wel claimen. Ja, terecht. Nou, ik denk dat je aardig wat veteran moves hebt waar de spelers nog heel veel van kunnen leren. Ja. Maar je zegt ook, je tankt eigenlijk ook energie bij als je het plezier ziet en de groei dus ook van. Ja, zeker weten. Het stopt niet bij mij, snap je? Dus het is wel fijn om die kennis te delen en dat geeft mij gewoon energie. Ja, mooi. Als we het over mooie dingen hebben, en ik denk dat ik wel een beetje het antwoord kan raden, maar wat was nou een heel mooi moment van jou bij Zorg en Zekerheid Leiden op het veld? Nou, behalve de beker zijn er zoveel mooie wedstrijden. Niet alleen de beker. Gewoon helemaal op één. Ja, tuurlijk, de beker is op één. Maar hoeveel drie punten had je ook alweer? Vijf of zo? Nee joh, niet zoveel. Belangrijke drie punten. Twee of drie. Belangrijke drie punten, in ieder geval. Ja. Persoonlijk ja. Die wedstrijd, maar gewoon, ik ben niet zo'n persoonlijk, ik hou van een teamconcept. Maar vond ik het jaar daarvoor 4-0 winnen van Zwolle. Vond ik ook echt heerlijk. En dan vond ik wel jammer dat we het niet hebben door kunnen zetten naar winnen tegen Groningen. Vorig jaar Bratislava, toen moesten we winnen in Bratislava, dus al dat soort momenten. Ja, en ik moet ook denken aan die buzzer beater dat je overtime maakt. Ja, snap je, dus al dat soort momenten zijn echt zo mooi geweest voor mij. En ja, dus niet alleen de beker. Goed zo. Ja, we hadden het net even voor de uitzending, Sergio, over van dat je ook Leiden een beetje probeert te volgen dit seizoen. Wat vind je van het team zo, de laatste periode? Nou, ik denk dat ze een betere cohesie hebben dan de meeste teams in DBL. Je ziet dat ze samen spelen. Mm-hmm. Ze werken voor elkaar. En ja, dat wil je in een team hebben. Niet zozeer de punten. Maar je ziet, kijk bijvoorbeeld, het is niet voor niets dat Nkwesi dan topscorer in de league is. Mm-hmm. Met een hoog percentage tweepunters. Ja. Iedereen helpt iemand anders en dan komt hij aan zijn makkelijke punten. Hij
Ik zeg niet dat hij niet hard werkt, maar hij werkt niet hard voor zijn punten. Mm-hmm. Maar dat betekent dat de rest hem dat gunt. Ja. En dat is een heel mooi aspect wanneer je kijkt naar teamsport, teambasketbal. Dus dat niemand aan een van een dag denkt van shit, ik weet ze, 23, van shit, ik wil het wel hebben. En dat is mooi aan hoe zij nu spelen. Ja, had ik nog geen eens over nagedacht. Inderdaad, als je dan ziet, ja, Emmanuel, hij scoort makkelijk, hij heeft mooie cijfers. Maar net wat je zegt, er zit natuurlijk iets voor dat iemand, ja, hij moet vrijkomen, hij moet de bal krijgen. Ja. En dat is natuurlijk een team effort. Ja, ja zeker, ja, dat denk ik. Gaaf. Ja, je hebt meerdere keren in Amsterdam gespeeld. Voor diverse coaches natuurlijk ook verschillende periodes. Nu speel je ook weer bij Apollo. Ja. Hoe ervaar je dat, om daar nu terug te zijn? Anders, omdat ik ben eigenlijk behalve mijn eerste 2 jaren altijd de oudste geweest in het team. Nu weer. Mm-hmm. En het gat ligt zo groot dat de jongsten niet beseffen hoeveel uren ik al heb gedraaid, of hoeveel jaren ik al heb gedraaid. En ik denk dat daar soms een probleem kan zitten. Omdat ze, als ik bijvoorbeeld iets minder hard in hun ogen ga, hebben ze niet door dat ik al heb gedaan wat zij nu moeten doen. Juist. En ik denk dat ik daarmee dan problemen heb wanneer ik met ze speel of train. Ja. Dat ze niet het extra stapje willen maken dat ik heb gedaan toen ik hun leeftijd had. Ik zit op je mooie carrièreoverzicht te kijken, want inderdaad, dan heb je het ongeveer over 15 jaar geleden dat je naar college ging ongeveer, hè? Dus 4 jaar college, ja. Denk ik. Hè? Ja, zeker. Dus en daarna ook alweer professional sinds 12 jaar geleden is een beetje. Ja. Ja, fantastisch. Ja, ja. Ik had het over je clubcarrière. Maar jij bent ook international geweest voor Suriname. Ja, klopt. Wat betekende dat voor jou om voor Suriname te spelen? Heerlijk. Echt heerlijk. Ik heb het kunnen doen in British Virgin Islands. Dat was echt gaaf. Toen was ik nog redelijk jong. Waar Tim Duncan volgens mij. Ja, klopt. Echt zo mooi. Mooi land. De ervaring om ook je land te vertegenwoordigen is gaaf. Ja. Maar de laatste keer heb ik het in Suriname kunnen doen. En dat was echt nog mooier dan in British Virgin Island. Omdat je dan mensen kon laten zien wat je eigenlijk hebt geleerd. Hoe je een team draagt. En gewoon dat ze niet op YouTube of zo kijken, maar kunnen zien live van hey, dat is Sergio de Randami, of zo doet hij het. En goed of slecht, hij laat zijn team. Je kan het mee eens zijn hoe hij, of eens zijn of niet eens mee zijn met hoe hij speelt, maar we winnen. Dus dat vond ik leuk om te doen daar. Het is misschien een beetje een strikvraag, maar nooit spijt gehad dat je, want je had ook natuurlijk prima voor Nederland kunnen uitkomen. Nee. Denk ik ook gered, geen spijt. Nooit, kan nooit van Nederland uitkomen. Oké, okay. Oh, je had dan misschien al heel jong voor Suriname gespeeld? Of wat, nee, omdat ik, ja, mother time, toch? Je wordt oud, man. Op die manier, ja, oké. Okay. En okay. Ik ben te laat Nederlander geworden. Ja, op die manier, oké. Okay. Ja. Ja. Dus toen ik Nederlander was, was mijn eerste jaar of tweede jaar in Leiden. Juist, snap ik, ja. Die ambitie had ik echt niet meer, joh. Hey, Sergio, over ambities gesproken, ja. Of we heel iets anders hebben. Ik weet dat jij heel goed kan koken. Ja. Ik weet dat je ook met Emiel van der Hoed, een van de chefs van supporters van Leiden, ja, in de keuken hebt gestaan. Ja. Maar volgens mij ben je er alweer veel verder in gegaan en wil je ook je beroep ervan maken. Kun je daar wat over vertellen? Ben nu bezig met mijn basiskok. En over een week of zo ga ik mijn basiskok examen doen. Ja. En wanneer ik die
die heb gehaald, dan ga ik gelijk door om zelfstandig kok te worden. En ja, ik zeg niet dat ik in die richting blijf qua stijl of zo, dus de Franse keuken. Okay. Maar ja, het is wel handig om die basis te leren kennen, zodat je ja, vooral je smaakpalet vergroot. Okay. Want ja, nu ben ik gewoon heel Caribisch. Ja. Red beans en rice, al het Surinaamse, pom, pastei. Oké, okay, dus, lekker allemaal. Ja, het is niet verkeerd, maar ik wil nog steeds een bredere, meer hebben in mijn repertoire. Ja, zeker. Dus, en ik denk dat gewoon belangrijk is. En om te kijken van, hey, hoe zit het met je producten? Wat kan je met je producten doen, zodat je nog meer dingen mee kan bereiken? Fantastisch. Dus, ja. Heb je een specialiteit of een lievelings... gerecht wat je maakt? Of nou, alles is gewoon lekker, hoor. Dat dacht ik al. Dat geloof ik ook best. Ik heb een goede verhaal. Je hebt ook voor spelers gekookt, toch? Ja. Ik heb voor spelers gekookt. En nu doe ik soms de pre-game meal van ons team. En okay. Of als het geen pre-game meal is, dan is het na de wedstrijd. Dan kopen ze allemaal een bakje eten bij mij. En dan... Zo maak ik mijn uren dan om te kijken van hoe doe ik het voor grotere groepen. Oh ja, perfect. Ja, dat is een handige combinatie. Ja, zeker weten. Ja. Als we nog heel even teruggaan naar het basketbal. Zie je jezelf in een of andere functie, hoedanigheid nog na je actieve carrière in het basketbal blijven? Heb je daar op dit moment ideeën bij? Ja, ik ben nu al bezig bij basketbalacademie. Ja. Maar ik moet wel gewoon eerlijk zijn. Ik moet gewoon dat tijd geven om te kijken als ik dat echt zou willen doen. Omdat hoe je draait of keert, zet heel weinig boter op mensen hun brood. Dus ja, dat is het gewoon. Is het, ja. Als het echt goed geld betalen, heel makkelijke beslissing, ga ik helemaal voor basketbal. Ja. Dan zou ik de rest van mijn leven met basketbal bezig zijn. Coach, trainer, et cetera, executive, helemaal. Ja, dat is lastig. Maar het is gewoon niet zo in Nederland. Mm-hmm. En dan is die keuze gauw gaan maken. Helder. Sergio, we hebben hier een camera staan. Achter die camera kun je zo zien, er zitten heel veel fans van jou, die allemaal naar ZZ Leiden TV ook kijken. Ja. Zou jij misschien iets willen zeggen tegen ze? En zo ja, dan mag dat, dan mag je de camera pakken. Nou, ik heb hartstikke genoten van jullie en de wedstrijden. En nou, meer kan ik niet zeggen behalve Leiden! Sergio, hartstikke goed dat je er bent. Normaal gesproken proberen wij altijd op een leuke manier afscheid te nemen van spelers in een volle 5 mei hal. Nou, we hebben nog even gewacht of we ooit op het publiek zouden kunnen spelen, maar wij verwachten eigenlijk dat het dit seizoen niet meer gaat gebeuren. Dus we hebben deze manier getracht toch daar aandacht aan te besteden. Prachtig dat je er bent. Ik denk toch wel dat je een paar hele mooie seizoenen in het Leidse hebt gehad, Sergio. Nou, zeker weten. Wij hebben van je kunnen genieten met, ik denk wel het absolute hoogtepunt natuurlijk, de finale van de beker in Zwolle. En dan mogen we wel zeggen dat je daar de man of the match was, wat mij betreft wel, zeker. Ja. En een mooie prijs natuurlijk, onze laatste prijs. En dat was alweer heel wat jaartjes geleden. En je hebt in ieder geval ook, we hadden het net al eventjes over Bratislava. Maar we hebben natuurlijk een fantastische reeks Europese wedstrijden gespeeld in de periode dat je in Leiden was. En wij hebben van jou genoten op meerdere vlakken. Want ik moet zeggen, we hebben genoten van je als basketballer. Maar misschien ook nog wel, en misschien nog wel meer, gewoon als mens. Hoe jij in het leven stond en hoe jij met name ook in de groep acteerde.
Maar ook, en wat ik zelf altijd heel belangrijk vind, spelers ook goed omgaan met sponsoren, met de fans. En ja, ik kan wel zeggen dat jij daar een schoolvoorbeeld in was. Daarvoor willen wij jou bedanken. Wij hopen je natuurlijk nog vele, vele jaren terug te zien. Misschien als coach, misschien als whatever. Maar zeker als fan. Ja. En ja, ik wens je in ieder geval heel veel succes. Maar wij willen dat natuurlijk niet doen zonder jou iets mee te geven. Ja, ja. En nou, we hebben hier in ieder geval, en ik hoop dat je het kan waarderen, een prachtige foto. En natuurlijk, Sergio, een prachtig bosje bloemen. Top. Dankjewel Marcel en voor de, ja, voor de kans dat ik in Leiden kan komen spelen. En nou, die leuke jaren kan hebben. Hartstikke bedankt. Ja mannen, reuze bedankt Marcel met de mooie cadeaus. Sergio, ook voor het mooie gesprek. En daarmee gaan we naar het laatste onderdeel van deze ZZ Leiden TV. En dat is de quiz. En hij ligt hier weer op tafel. Niet te koop, alleen te winnen. Echt een collectors item, de basketbal van Zorg en Zekerheid. In de clubkleuren natuurlijk, maar ook nog eens een keer met alle handtekeningen van het hele team erop. En die is deze week gewonnen door de persoon die wij nu in beeld laten zien. Want dat was een van de mensen die het goede antwoord gaf op de vraag. Welke speler hangt nou meer dan levensgroot aan de gevel van het hoofdkantoor van Zorg en Zekerheid? U weet wel, daar bij de snelweg, dat is natuurlijk Sjors Besseling. En ook voor deze week dus weer zo'n mooie bal te winnen. En ook nog eens een keer, zoals altijd, een voucher voor de livestream met de nieuwe vraag. En die luidt. In de playoffs van 2013 vestigde Zorg en Zekerheid Leiden een record. Wat is dat record over de hele playoffs gezien van 2013? De antwoorden die mogen weer naar zzleidentv@gmail.com. En ja, dan ding je dus mee naar zo'n fantastische prijs. Het is weer voorbij gevlogen. Dit is alweer het einde van deze editie van ZZ Leiden TV. Maar als je in de tussentijd helemaal niks wil missen van het team, dan zijn er natuurlijk allerlei kanalen, namelijk de website zzleiden.nl. En we zijn ook zeer actief op de sociale media, zowel Twitter als Facebook, als Instagram, als YouTube. Dus daar kun je ons altijd volgen. Volgende week hebben we een hele speciale uitzending van ZZ Leiden TV. En die zal helemaal in het teken staan van het feit dat de club 15 jaar bestaat. Dus graag tot volgende week.